Ja, weet je, we gaan hier nou wel zitten, maar Liesbeth zei het al, we hebben 3 blokjes. En ieder blokje beginnen we met een filmfragment. En dat gaan we zo doen en dan schieten wij even naar de zijkant, omdat wij allemaal het filmfragment niet kunnen zien. Het is niet dat we het niet gezien hebben, maar het is toch altijd goed om het nog weer even te zien. Dus zullen we maar starten, Robert, met het filmfragment? Dat kunnen wij nu eventjes gelijk weer weg. Mooie intro was dat, dames en heren, waarin de breedheid van de vraagstelling eigenlijk helemaal aan de orde kwam. En aan ons de vraag hier vanavond om te bespreken met elkaar. Radicaal anders, hoe nieuw is het eigenlijk? Wat wordt er dan gezocht? Wat wordt er dan gevonden? Kunnen we daar kunnen we verschillen aangeven tussen oud en nieuw? En kunnen we daar ook nog een oordeel over? Nou, in het eerste blokje willen we vooral ingaan op wat achtergronden en geschiedenis van wat dan hier genoemd wordt nieuwe spiritualiteit. Frans Jespers, Maarten Meesters schreven allebei een boek rond dat thema, allebei vanuit een andere invalshoek. En Maarten, aan jou de uitnodiging om als eerste wat te zeggen over die achtergronden en die geschiedenis. Ja, dankjewel, Mike. Wat mij opviel, misschien u ook bij dit filmpje, is het woord stress. En zoeken naar een zekere balans die, ja, er is misschien niks wat de nieuwe spirituelen verbindt, maar als er iets is wat ze verbindt, dan is het dat ze zoeken naar een balans en dat ze om willen gaan met die stress. En die stress is dan het vele wat we in onze maatschappij moeten verwerken, wat op ons afkomt. En ik denk dat er in elk geval ook een andere vorm van stress speelt. Ik zou dat religiestress noemen. En misschien kan ik dat het beste verduidelijken met een analogie. Een vorm van stress die velen van u, vrees ik, ook meemaken. En daarover is geschreven door een psychiater, Rigo van der Meer. En dat boek heet Overspannen door je baas. En misschien kent u dat. En het schijnt dat je niet overspannen raakt door te hard werk. Maar dat je overspannen raakt doordat je het idee hebt dat je geen controle hebt over je werk. Je raakt ook overspannen als je het idee hebt dat je niet voldoende waardering krijgt van je baas. En je raakt ook overspannen als je het idee hebt dat jouw baas helemaal niet baas zou moeten zijn. Dat je afvraagt waarom is deze man in hemelsnaam de baas. En mijn idee is dat we in religieuze zin iets soortgelijks hebben meegemaakt. Namelijk dat we niet voldoende controle hadden naar ons idee over onze religieuze praktijk. En de geestelijken die hadden controle, de leken die moesten volgen. Naar mijn idee kregen we ook te weinig waardering. Integendeel, ik kreeg juist te horen dat wij met een vaag verhaal over de erfzonde. Dat wij zondig waren en iets wat ieder mens heeft, zijn seksualiteit, daarover kregen we te horen, dat wij door daaraan toe te geven, zondigden. En daar kwam er nog bovenop dat we van alle kanten te horen kregen, vooral van wetenschappers, dat onze baas helemaal niet zo'n goede baas was. Misschien dat we zelf moesten gaan twijfelen aan het bestaan van die baas. Nou, dus dat is volgens mij een belangrijke achtergrond, religiestress. Wat mogen we daar even bij voor mij is nieuwe spiritualiteit ook een vorm van anti-religie. Alles wat we niet meer willen in religie, dat zoeken we in spiritualiteit. Dus dat hopen we te vinden in spiritualiteit. Ja, maar... Ja, nee, wat was dat al te pogen? Ja. Er is zeker iets van waar dat er een ongenoegen met de traditionele christelijke kerken zoals die functioneerde in de jaren 50, 60, 70, dat mee heeft gespeeld en waardoor mensen vertrokken zijn uit een zekere stress. Maar wat je in het filmfragment eigenlijk zag, denk ik, dat is dat mensen nu in de spanning raken door hun werk enzovoorts.
En dat ze daar een oplossing voor zoeken op het spirituele vlak met allerlei praktijken. Wat mij zojuist eigenlijk opviel nu ik het fragment voor de tweede of de derde keer zag, is dat, dat in die praktijken een beetje in tegenstelling tot traditionele christelijke kerken, dat er heel veel woorden gebruikt worden voor de praktijk, heel veel uitleg gegeven wordt van ja, in je hoofd is er dit aan de hand en stilte is ook dit. Dus er worden een hele uitleg en handleiding gegeven. Dat doet me ook een beetje denken aan, er is een behalve ideeën een enorme productie aan boeken ook, aan publicaties en zo. Dus het, het is wel een vorm van democratisering van religie, zou je kunnen zeggen. Dat ja, maar mag ik dat nog even onderbrengen, Fos? Dat is eigenlijk een vraag aan jullie beiden. Zo'n jaar of 30 geleden zeiden alle wetenschappers, religie, in ieder geval in het Westen, dat gaat helemaal verdwijnen. Dus het antwoord op de religiestress, Maarten, zou niet zijn toename van spiritualiteit, maar zou gewoon het verdwijnen van religie en zingeving. Ja. Of zingeving wil ik niet zeggen. En focus nu ook op, van het is dan misschien niet meer zozeer de stress van de religie, maar het is de stress van de moderne samenleving waarop gereageerd wordt. Joep de Hart had het over een vorm van cultuurkritiek. Ja, maar het wonderlijke zou je kunnen zeggen is dat de oplossing gezocht wordt in een vorm van mysteries en van inkeren in jezelf, zoeken van de stilte, zoals er gezegd werd. Ja. Dat blijft voor mij een wonderlijke aangelegenheid, dat daar oplossingen in gevonden. Ja, volgens mij is het ook een voortzetting van religie met andere middelen. Hè? En is juist, vandaar dat ik begon met die stress, hebben mensen dit nodig om niet voor zichzelf toe te geven dat ze eigenlijk toch van een behoorlijk deel op de oude weg toegegaan. Ja, dat denk ik. En ik denk ook dat religie natuurlijk een bepaalde behoefte voorzag. En ook als tegenwicht tegen de commercialisering. Ook als tegenwicht tegen de rationalisering. En dat nu de nieuwe spiritualiteit daarin voorziet of probeert te voorzien. Dus toch een vorm van cultuurkritiek? Zeker, nee, zeker. Ik zie er in bepaalde vormen, maar daar hebben we het straks nog over. Daar zie ik er zeker een vorm van cultuurkritiek in. En daarom vind ik het ook jammer dat deze Mike met haar auto naar dat centrum rijdt. En wat was het mooi geweest als ze er naartoe was gelopen, of als ze een loopmeditatie had gedaan, dan had ze dat hele centrum niet nodig gehad. Maar ik vind... Ja, wat zeg je daar nou eigenlijk mee? Ik bedoel, we lachen nou, maar wat zeg je daar nou eigenlijk mee over een vorm van zingeving? Spiritualiteit? Nou, wat ik ermee wil zeggen is dat ik in de vormen die ik bestudeerd heb ik heel vaak tendensen gezien die mij veel beter dan de traditionele religies lijken aan te sluiten bij de moraal die we nu nodig hebben. Ja, ik denk dat in een tijd dat we misschien 3,5 alcohol gebruiken als Nederlanders, dat het heel goed is dat we nadenken over onze omgang met de natuur. Dat we geen auto rijden. Dat zie je dus veel in vormen van nieuwe spiritualiteit. Maar helaas, en dat bedoel ik met autovoorbeeld, we zien het nog niet genoeg. Ja. Aan de andere kant leg ik jullie maar voor, een beetje advocaat van de duivel. Je zou kunnen zeggen, die nieuwe spiritualiteit is juist, dat hij zo breed vlucht kan nemen, is juist dankzij allerlei technologische ontwikkelingen. Dankzij het feit dat je met de auto naar een centrum kan gaan waar je met de trein helemaal niet kan komen of maar één keer per dag. Dankzij het feit dat mensen naar India kunnen vliegen om in een ashram een tijdje te gaan wonen. Maar er lijkt tegelijkertijd ook een behoefte aan veelheid, ook dat zag je. Dat zag je in het fragment. Zweethutten, dus het hele scala kregen we voor. Een enorme opsomming van praktijken naast elkaar. Het lijkt een beetje complementair van eerst doe je dit en dan ook dat en dan ook dat. En uiteindelijk is het om de onrust en de stress te bezweren, om het zo maar te zeggen. En, mag ik daar zo even iets? Ja. Er lijkt ook nog een
mechanisme bij te werken. Van er moet ook voortdurend iets nieuws aangeboden worden. Het publiek wil als het ware toch af en toe wat verse ideeën, nieuwe praktijk. Dus daar lijkt bijna een commerciële drive achter te zitten. Ja, maar mag ik hier ook reageren? Ja, want ik vond het een typisch voorbeeld van framing, hè? Van de commentaarstem die zegt... die zegt het... moet ik eventjes kijken, ik heb het opgegeven. Oh ja, hier, een echte spirituele shopper. Ja. En dat vind ik dat framen, want wat zien we meteen daarna? We zien dat... deze dame helemaal geen shopper is. We zien dat ze filiaalhouder is. Ja, want zij heeft zelf dat retraitecentrum opgericht met 30 mensen. In elk geval, want er liggen 30 matjes. En dat zijn cursisten. Dat zijn cursisten, maar ze werken met mensen samen. Ja. Zij heeft mensen erbij betrokken. Ze doet dit al langere tijd. Dus ja, ik vind het wat ver gaan om deze mensen meteen weg te zetten als shoppers. Het is zeker zo, denk ik, dat deze mensen minder vastzitten aan een religie dan traditioneel gezien. Maar het is ook de vraag, hadden mensen vroeger de keuze om vaak van religie te veranderen? Ik denk ook dat je kunt zeggen, juist het feit dat iemand ergens anders durft te kijken, getuigt ook van inzet, getuigt ook van nieuwsgierigheid, getuigt ook van durf. Dus ik heb er altijd moeite mee om mensen weg te zetten als de daily shoppers. Dat is een beetje... Volgens mij is het wel makkelijker om in de kerk van je ouders te blijven dan nooit kritisch over na te denken. Het is wat denigrerend, dat klopt. Het is wat misleidend. En ik denk het is niet alleen een bewijs wanneer mensen nieuwe dingen gaan uitzoeken, gaan onderzoeken. Niet alleen een bewijs van durf, maar vooral energie steken in zoiets als spirituele groei, als geestelijke groei. Dus het is ook de behoefte om verder te komen, om hoger op te komen. Ja. Dat zou je positief kunnen noemen. Ja. En wat ook interessant is... Dat zou je positief kunnen noemen. Dat noem je niet positief. Nee, dat zou je minstens positief moeten waarderen. Ja. Maar Ik zou namelijk zeggen dat je dat zeer positief zou kunnen waarderen. Ja, het is ambivalent. Ja, het is ambivalent. Want mag ik daar vanuit het einde nog een opmerking bij maken? Omdat je dan, ik denk dat die opmerking van Koen Simon heel terecht is. En van je bril. Achter die nieuwe spiritualiteit schuilt vaak het romantische idee. Ik denk dat we ook aan Herder of aan Rousseau moeten denken. En misschien zelfs aan Augustinus, want het idee zit ook al in de christelijke denken. Dat je in jezelf moet keren. Alleen zit er dan uit de romantiek het idee dat als je in jezelf gaat zoeken, dat je dan een echte kern, een unieke kern tegenkomt. Nou, en ik ben helemaal met Koen Simon eens, die zul je nooit vinden. Dus vandaar ook dat je zult blijven moeten zoeken. Ik denk dat er in een nieuwe spiritualiteit een ideaal zit wat niet te realiseren is. Dat is het verdere blokje. Okay. Want dan gaan we naar de waardering toe. We gaan eerst gewoon kijken of we wat greep kunnen krijgen over op wat het nou is en hoe je het zou kunnen interpreteren voordat we gaan evalueren. Maar ik denk het inkeren in jezelf waarover gesproken werd, dat is niet alleen zoeken naar je eigen ziel, om het zo maar te zeggen, maar naar je verbinding met het goddelijke, met een soort levenskracht of zo. Dus dat gaat verder dan alleen maar het zelf of het ik. En dat is... Dat ben ik helemaal met je eens. En dan valt er wel verder te zoeken en te groeien, denk ik. Dus dat, maar ben je met andere redenen van oort? Maar het interessante is dat dit zoekgedrag intussen in de traditionele kerken ook vrij gangbaar aan het worden is. Dus gewoon een katholieke, gewoon een protestant, die zijn ook met dit soort spirituele activiteiten voor een deel bezig en die kiezen ook hun eigen vorm van protestant zijn of katholiek zijn of zo. Ja. Dus het past ook in de tijdgeest, om het zo maar te zeggen. Is niet helemaal anders, komen we dadelijk ook nog op. Maar het punt wat je aangeeft is denk ik wel belangrijk. Dus het punt wat Maarten zijn boek ook beschrijft, en bij jouw typologie past dat ook. Van, het is niet zo dat nieuwe spiritualiteit, dat gebruiken we nu maar even als een koppelterm, alleen iets is voor mensen die op basis van
noem het woord maar weer, religie-stress, zeg maar, zich gedistanceerd hebben van de traditionele religies, maar die ook binnen de christendom, binnen de, het jodendom, binnen de grote wereldreligies, naar eigen manieren zoeken om met die binnen, vanuit, aan de randen enzovoort, naar nieuwe vormen van spiritualiteitsbeleving. Ja, zo. Dat is denk ik ook aan de hand. Dat denk ik heel sterk, hè? Je kunt niet alles geloven. Nee, dat gaat niet lukken. En dat zie je, ja, dat zie je heel sterk, dat bijvoorbeeld cursus in wonderen heel populair is onder mensen die uit een streng christelijk milieu komen. Ja. En dat is logisch, want Christus zelf is zogenaamd teruggekomen om te vertellen dat er niks klopt van het hele verhaal van de erfzonde. Nou ja, dat is natuurlijk een blijde boodschap. Ja. Laat even hierbij laten, want nou hebben we onze ruimte voor het gesprek met u. Lisbeth en Judith gaan met microfoon rond, dus als degene van u die wat wil vragen of wat wil opmerken, daar zie ik al een vinger, of wil melden, daar zie ik ook een... Doen we dit 2-3 zo bij elkaar, want we hebben maar 5 minuten per blokje om vragen. Wat ik zo bijzonder vind, is dat men op zoek gaat naar de stilte en dat men dat in groep wil doen. Want als er nou iets is wat makkelijk is in stilte, is als je alleen bent, is het veel stiller dan je met 30 kunt zijn. En toch gaat men naar een plek waar vroeger in een klooster ook de stilte. Dus toch wil men ergens die brug nog leggen naar vroeger. Denk ik dan, ik weet het niet. Waarom wil men nu in groep de stilte zoeken? Ja, ik... Wacht. We verzamelen dus even. Die meneer daar. Was de... Wat veel niet zien en wat ook besproken is, is de stress die dan is en wat men daar dan tegen doet, de beweging in de geest, de meditatie en het spiritueel shoppen. En dat kan, en dat is eigenlijk, zoals ik gehoord heb, symptoombestrijding. En dat kan te nut hebben, maar wat ik niet gezien heb, is, gehoord heb, is wat is nou de wortel daarvan, van die hele drukke geest? En om dat te onderzoeken is denk ik buitengewoon nuttig, want dan doe je werkelijk aan het oplossen van het probleem. En daar heb ik eigenlijk nog weinig van gehoord. We zijn nog maar aan het begin, hè? Is er nog een vraag? Ja, daar. Misschien kunnen we nou even achtergeven. Ja, ben ik samen? Ja. Ja. Wat ik een beetje mis in het verhaal is zeg maar gewoon de menselijke behoefte van waarheid zoeken. En kijk, in de wetenschap ben je eigenlijk op zoek naar een stukje waarheid, zou je kunnen zeggen. En er bestaat op zich iets als een soort spirituele waarheid. En misschien zijn er ook wel vragen die in de huidige maatschappij, in de huidige stand van de technologie en dergelijke, niet oplosbaar zijn. Dus ja, waarheidsvinding zou ik willen zeggen, dat mis ik eigenlijk een beetje. Als motivatie. Ja, ja. Goed. Laat het hier even bij laat. 3 fundamentele vragen lijken mij zo. Waar we op zich al wel de hele avond mee vooruit zou kunnen. Wil één van jullie als eerste reageren? Ja, het eerste punt denk ik van groepsgewijs werken, dat is erg relatief. Ik denk dat een hele hoop nieuwe spirituele praktijken ook bij huisaltaartjes en een individuele meditatie toegepast worden. Dan is er soms een start met een kleine cursus of zo. Dus ik denk dat er een hele hoop mensen uit nieuwe spirituele praktijken toch wel dagelijks een privé oefeningen doen. Het lijkt me niet typisch een groepsaangelegenheid zoals traditionele godsdiensten dat vaker wel zijn. Hoewel, ja, in traditionele godsdiensten heb je ook je dagelijkse gebed, je privégebed enzovoort. Dus het is niet typerend. Nou, ik weet niet of het typerend is voor nieuwe spiritualiteit, maar wat me wel typerend lijkt voor vormen van spiritualiteit, dat daar altijd oefening bij zit. Het zijn niet dingen die je zomaar vanzelf kunt. Zomaar vanzelf tot inzicht komt, tot waarheid komt of tot wat dan ook komt. Dus ook de rust
van het mediteren is niet iets wat mensen, wat wij zoals we hier zitten, blijkbaar van nature hebben. Maar er zijn in alle tradities, dus ook in die nieuwe spiritualiteit, moet je dat oefenen. En dat oefenen doe je vaak met elkaar. Maar, nou ja, ik denk ook. Ik heb als student in de bewaking gewerkt, maar moest ik ook in een museum bewaken. En dan was altijd de regel, mensen bewaken mensen. Dus als er veel mensen waren, hoefde je niet bij te zijn. Je was pas nodig als er één iemand alleen in een museum. En ik denk dat we, uit de vraag, dat u onderschat hoezeer mensen elkaar nodig hebben om elkaar te disciplineren. Het is heel moeilijk om te mediteren. Als 30 andere mensen dat doen en als 29 of 30 mensen afkeurend opkijken als jij ermee stopt, dan wordt het makkelijk. dus dat eerste, ik denk dat we altijd ook anderen nodig hebben om onszelf op het rechte pad te brengen. Wat vraag 2 was, kan ik eventjes niet meer lezen. Symptoombestrijding, ja. Moeten we even zoeken naar de oplossing? Ja, uiteraard. Uiteraard. Alleen, wat ik zei, we kunnen niet denken. We kunnen niet alles geloven, we kunnen niet alles denken. Ik denk ook dat we, nou ja, dan kunnen we op Weber komen en de hele theorieën over onze, hoe onze maatschappij geworden is zoals die is. Maar dat kunnen we niet zomaar veranderen, helaas. En het probleem is het individuele ongemak en het individuele ongenoegen. Dus ik vind het woord symptoombestrijding dan ook weer wat denigrerend. Wat wel opmerkelijk is, dat de bestrijding als het ware begint met lichamelijke oefeningen, met lichamelijke rust en balans zoeken, om uiteindelijk tot een soort geestelijk evenwicht te komen. Zelfmeditatie is geen doel, maar een middel om tot stilte te komen. En dan is er iets gemeenschappelijks als oplossing. Nee, dat geloof ik niet. Nee, ik geloof niet dat er een gemeenschappelijke, ieder voor zich, en dat gaat dan ook weer een beetje naar de volgende vraag toe, ieder voor zich ervaart op een eigen manier, denk ik, krijgt ruimte om op een eigen manier te ervaren wat er in je binnenste gebeurt, wat die meditatie teweeg brengt. Daar kun je wel over van gedachten wisselen, maar niemand kan jou afnemen wat jouw persoonlijke ervaring is. Nee, maar ik denk wel dat we allemaal in een maatschappij leven waarin er veel te veel van ons gepraat wordt en waarin we collectief naar de meditatie bijvoorbeeld. En dat kunnen we denk ik alleen met z'n allen ook veranderen. Maar dat is heel moeilijk. Maar ik moet het nu hier afsluiten, want die waarheidsvraag valt een heel klein stukje op hun naam. Eén zin. Nou, nee, maar anders dan komen we helemaal met onze blokjes niet rond. Voor veel nieuwe spirituelen zeggen, waar is wat werkt? Het gaat vaak om de praktijk en mensen merken dat die werken en dan komt die waarheidsvraag op de tweede plaats. Ik vel er nog geen oordeel over, maar wat voor mij werkt. Wat voor mij werkt, mijn persoonlijk, ja, is waar. Dat wordt ook vaak zo geformuleerd. Dat het dan waar is. Ja. We sluiten dit blokje af, we gaan naar het volgende fragment. En wat er nog blijft liggen aan vragen, we hebben nog 2 rondes. Dus dat kan toch. Over ontstressen in groepen gesproken. Voor wie het niet kende of niet gezien had, dit was een stukje uit de film Eat, Love, Pray. Maar ook een boek, de film is net een boek gemaakt. Ik ben nu even de auteur kwijt, maar het is een enorm populair boek. Hè? Heeft u misschien wel zien liggen in de winkel. Eten, liefde en bidden, denk ik dat het vertaald is. In dit lokje willen we het eigenlijk een stapje verder brengen en zeggen van, nou, nieuwe vormen van spiritualiteit, radicaal anders, Lisbeth zei het al, radicaal anders, versus traditionele vormen van religie. Hoe radicaal, is het radicaal anders? Hoe radicaal anders is het? Is het radicaal hetzelfde en toch anders? Kortom, kunnen we er wat meer greep op krijgen om dat nieuwe van die nieuwe spiritualiteit, want ze worden toch genoemd, wat meer in kaart te brengen. Frans, jij de aftrap. Ja, het meest kenmerkende voor dit probleem zou je kunnen zeggen is dat mensen die met
nieuwe spiritualiteit bezig zijn vaak beweren. Wij zijn met spiritualiteit bezig, wij zijn spiritueel, maar we zijn niet religieus. En dat roept een tegenstelling op die hier eigenlijk niet zo goed te zien was in het fragment. Maar die tegenstelling heeft veel te maken met wat mensen onder religie verstaan. Zet daar beeld bij, meestal van een traditionele christelijke kerk waar ze afscheid van hebben genomen. En dat heeft deze Amerikaanse mevrouw ook gedaan, die geloof ik naar Bali reist. Een hele ja, niet alleen een spirituele, maar ook een lichamelijke reis maakt over de wereld en daar uiteindelijk bij een groepering komt. Maar als je als antropoloog kijkt, zegt van nou, dat geeft toch ook wel veel weg van een religie. En het begint al kerkvormen aan te nemen met een altaar en met een guru enzovoort. Dus het spraakgebruik van wij zijn spiritueel en niet religieus, dat maakt het heel moeilijk om hier inzicht in te krijgen, vind ik. Ja, Maarten, jij? Ja, ik ben het volkomen met Frans eens. Je ziet al aan het begin zie je een kaarsje. Ja, is dat nieuwe spiritualiteit een kaarsje? Hè? Er wordt van God gesproken. Er is een guru. Er is een bijeenkomst elke ochtend. Je ziet volgens mij, dat zag je hier niet zo goed, maar er zijn ook nog geestelijke leiders. Hè? Er zijn mensen die toch apart zitten. Dus je hebt de leken en je hebt de geestelijke leiders. Het is een heel mooi liedje van Georges Brassens, van de Franse zanger. Hè? Sans le Latin, dus die zegt dat zonder het Latijn, of eigenlijk doordat het Latijn niet meer de taal van de kerk was, dat heel veel mensen de kerk verlaten hebben. Met het Latijn verdween ook het mysterie. Nou, hier zie je weer dat er in Sanskriet gezongen wordt. Hè? Dus er is weer een nieuwe taal van het mysterie. Tegelijkertijd denk ik dat er toch belangrijke verschillen zijn. Want wat zien we? De guru is een vrouw. En wat wordt er gezegd van de guru? Er wordt niet gezegd wat is ze wijs, wat ziet ze er heilig uit, maar er wordt gezegd wat is ze knap. Dat vind ik toch ook een belangrijk verschil. En het gaat, de film, ik heb de film niet gezien, maar nou, net gehoord, de film gaat over de zoektocht, de spirituele en ik meen ook gastronomische zoektocht. Eten? Ja. Eten, liefde. Ja. Ik zoek toch van een vrouw, maar deze vrouw die heeft veel meer rollen dan in de traditionele religie. Ja, ze is geen maagd, ze is geen moeder, ze is geen broer, ze is geen madonna. Maar ze is echt een vrouw die, voor zover ik het weet, en ik heb het veel niet gezien, haar eigen zoektocht kan ondernemen. Dus ik denk dat er heel veel continuïteit is, maar dat er toch ook wel belangrijke verschillen zijn. Dan toch wat meer inzoomen op die verschillen. Want als het louter continuïteit zou zijn, dan zouden we helemaal niet eens spreken over nieuwe spiritualiteit. En dat doen we wel. En dan hebben we toch ook iets op het oog dat anders is dan de traditionele religieuze tradities en de rituelen en gebruiken die daarbinnen functioneren. Ja. Dus er is wel iets nieuws. Ja, en dat zit voor een groot deel in het persoonlijk gezag volgens mij. En waar we het net ook over hadden, naar aanleiding van de goede vragen, denk ik, uit de zaal. In veel vormen van nieuwe spiritualiteit ben ik uiteindelijk degene die de waarheid vindt en die daar een unieke ervaring van heeft. Dat kan niemand voor mij vaststellen. Dat is een groot verschil met traditionele godsdiensten, waar de waarheid al in een heilig boek vast lag en waar dan ook nog gezaghebbende figuren of geleerden uitspraken over deden die je dan maar moest aannemen. Dat is in de nieuwe spiritualiteit over het algemeen niet. En zelfs bij deze guru van de film, daar kun je naartoe gaan. Maar op het moment dat je denkt van ja, past niet bij mij, dan vertrek je weer. Ja. Niks aan de hand, bij wijze van spreken. Totdat, en dat gebeurt ook, zo'n nieuwe groepering zeg maar een beklemmende vorm aanneemt en we het als secte gaan aanduiden. Dat kan ook gebeuren, maar dat is geen regel om het zo maar te zeggen. Authenticiteit daarmee, hè? Dus ja, maar, het moet bij mij passen. Ja, persoonlijke ervaring. Het moet mijn eigen ervaring zijn en die moet echt zijn of die moet ik waar vinden, die moet passen.
dat is dan een belangrijk nieuw element, zeg mijn persoonlijke verbinding met het goddelijke. En de eigen verbinding met het goddelijke. Met het goddelijke, is het goddelijke, komen we er nog op terug? Of dat per se aan de hand is, Maarten? Ja, ik ben het van groot gedeelte met de planting. Alleen zou ik willen zeggen dat niet zozeer belangrijk is dat je die ervaring hebt, maar dat je het gevoel hebt. En dat lijkt een heel subtiel verschil, maar volgens mij is dat voor nieuwe spiritualiteit een essentieel verschil. Omdat mensen dus het idee hebben dat ze zelf op zoek kunnen gaan naar hun eigen spirituele waarde. Terwijl ik denk dat als je gaat kijken dat die vrijheid, ik ben een structuralist, ik denk dat die vrijheid helemaal niet zo groot is. Dus dat het, naar mijn idee, wat bedoel je daar precies mee? Want ik ben een structuralist, die vrijheid is niet zo groot. Mensen gaan op zoek. Ja, en ik denk dus dat die structuren waarbinnen jij op zoek kunt gaan, dat die jouw zoektocht al van een heel groot deel bepalen. Dus ik denk dat die illusie van vrijheid, dat eigenlijk het geheime recept is van nieuwe spiritualiteit, maar dat die vrijheid dus veel minder groot is dan de nieuwe spiritueel geloof. Wat? Ja. Dat is voor mij meer een sociologische of een cultuursociologische achtergrondverklaring. Dat vind ik niet echt kenmerkend. Kenmerkend is dat de deelnemers zelf en de aanbieders zelf, de leiders zelf, die zeggen van je moet zoals uit het eerste fragment ook blijkt, je moet in je eigen innerlijk afdalen, je moet naar je eigen hart luisteren daar zul je ervaringen meemaken. Ja. Nou, als mensen daar gelukkig mee zijn zich beter bij voelen of ontstrest mee voelen, dan is dat al heel wat. En of ze daar nou in een groep van 30 bijna allemaal hetzelfde voelen, dat is dan voor sociologen interessant om in een enquête vast te stellen bij wijze van spreken. Ja, maar ik denk dat het ook voor filosofen interessant is. Ik denk ook voor nieuwe spirituelen zelf. Ja, dat is Brahma Kumaris, is een spirituele beweging die hier iets op lijkt. Dat is een beweging die geleid wordt door vrouwen, opgericht door een man, maar die heeft de leiding overgegeven aan vrouwen. Ik heb daarover geschreven ook. En blijkt dat die vrijheid daar helemaal niet groot is. En dat er een heel streng, seks mag niet, een heel streng dieet, je moet je enorm inzetten voor de beweging. En in India schijnt het nog veel, veel radicaler te zijn met deze buurt. Maar dat is een extreem voorbeeld. Maar ik denk dat het ook bij een happiness lezer is, dat die ook niet onbeperkte vrijheid. Natuurlijk kun je die twee dingen met elkaar. Ik mag even een ander punt inbrengen. Een van de elementen waarvan gezegd wordt van wat nou kenmerkend is voor die nieuwe spiritualiteit, is dat een veel andere omgang met het lichaam is. Ja. Veel positievere omgang met het lichaam dan in ieder geval in het Westen. We spreken ook over nieuwe spiritualiteit in een westers context. Dat er een veel positievere omgang met het lichaam is. Ja. Dat die nieuwe spiritualiteit veel minder dan de westerse christelijke traditie gericht is op een leven en een welzijn. Spiritueel welzijn na de dood, maar dan gaat het om het hier en nu. Dat lijkt me toch een groot verschil. Ja. Brahma Kumaris is dus niet zo'n goed voorbeeld ervan, maar dat, ik denk dat het voor de meeste nieuwe spirituele, voor zover ik het kan overzien, en dat is natuurlijk een heel beperkt, zeker geld. En wat ik voor een heel grote winst vind, is bij de Wicca, daar wordt ook gezegd dat het lichaam van de vrouw ook in overeenstemming is met de kosmos. Dus, jullie weten hoe er in het Oude Testament over menstruatie wordt geschreven. Maar hier wordt menstruatie juist als iets heel moois voorgesteld. Wat de band van de vrouw met de natuur verheven. Maar dat vind ik wel een heel mooi voorbeeld. Vanuit gender studies heb ik daar altijd enige sepsis tegen. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.
een soort romantisering. Het is ook een bepaald type romantisering en van identificatie van vrouwen met natuur. Maar daar moeten we nou niet over hebben. Ik vind dat toch wel een hele vooruitgang. Wat het positieve is dat het veel meer, zeg maar, dat het veel meer gericht op een positieve waardering voor het lichaam en voor vrouwen inderdaad. Om op een positievere manier naar zoiets als menstruatie te kijken. Het hele idee van geestelijke groei, denk van spirituele groei, wordt ook gecombineerd met lichamelijk welbevinden op een of andere manier. Met lichamelijk balans vinden enzovoort. Dus dat is een andere vorm van omgaan met je hele persoon. Dat is zeker waar. Ja. En ik denk de omgang met seksualiteit, ben ik in elk geval niks tegengekomen van ik denk nou dat is moeilijk. Ik ben geen veroordeling van homoseksualiteit tegengekomen. En er zijn wel extreme, meer narcistische vormen, maar dat is echt heel miniem. Dus ik vind dat een heel groot voordeel. En vooral ook dat je in die praktijk dus heel vaak aangemoedigd wordt om naar buiten te gaan, om de natuur in te gaan. Om heel veel te wandelen, om op je ademhaling te letten, om op je voeding te letten. Dat lijkt me allemaal zeer positief. Veranderingen. Ja, en op een andere manier. Hè? Want ook zeg maar de christelijke traditie hebben een sterke lichaamspraktijk gerichte traditie. Maar kijk daarmee wel op een andere manier naar het lichaam. Ja, disciplinerend zou ik zeggen. Maar je zou ook zelfs wat Maarten. Maar noemen we dat straks al, zeg maar ook een positieve waardering van het lichaam, disciplineer je. Zo heb je niet vanzelf, moet je oefeningen voor doen enzovoort. Altijd, maar het is vanuit een andere waardering voor het lichaam, lijkt me. Voedselvoorschriften, vasten, staat in een groot deel van de christelijke traditie. Of theologisch waar, zo niet, een ander verhaal, maar in ieder geval in de beleving van mensen, toch ook vooral van vanuit zeg maar, het perspectief van disciplinering, onthechting, boete enzovoorts. Terwijl voedselvoorschriften, diëten in veel nieuwe religieuze bewegingen, spirituele bewegingen, minstens een positievere klank hebben. Dat is verschil. Ja. Ik krijg een seintje dat. Oh nee. Maar tegelijk denk ik dat het ook ambivalent is, want een aantal vormen van meditatie waar we het er straks over hadden, die zijn er ook op gericht om je ego in te dammen en om je lichamelijke begeertes in te dammen. En het idee van reïncarnatie, dat geeft dan toch eigenlijk ook meer de continuïteit van de ziel weer of zo. Mm. En dat lichaam dat verdwijnt dan weer. Dus het blijft ook een beetje ambivalent. Het is niet. Het is geen doorslaggevend verschil, om het zo maar te zeggen. Dus daarmee zeggen jullie eigenlijk? Ik wil niet zeggen, ik denk dat er wel een heel belangrijk accentverschil is. Maar dat wil dus niet zeggen, want meditatie wordt natuurlijk ook gebruikt om harder te kunnen werken. Om te hard te kunnen werken misschien. Hè? En dan ga je s'avonds nog even mediteren. Je hebt natuurlijk altijd extreme, maar ik denk dat dan wel om extremer gaat. Ik denk, als je dat ook kunt zeggen, in de grote lijn, dat het toch een minder lichaamsvijandelijke houding is. Onderscheid aan het nuanceren. Minder lichaamsvijandige trends in die nieuwe bewegingen. Ambivalent, het kan beide kanten uitgaan. In die zin, zou ik maar zeggen, komt het overeen met de traditionele religieuze tradities, die natuurlijk ook niet zomaar volledig negatief zijn ten opzichte van het lichaam, maar ook een grote mate van ambivalentie daarin kennen, maar misschien wel, en dat is denk ik het punt wat jullie in het begin willen maken, zeg maar in de loop van de westerse geschiedenis, een hoop van die ambivalenties verloren hebben en veel strakker of eenduidiger zijn geworden. Ja. Dat is het punt wat jullie allebei ook benadrukken, van je hebt ten aanzien van die nieuwe religieuze traditie, heb je ook een grotere mate van vrijheid, ook al is die vrijheid niet absoluut, maar je kunt wel zeggen,
hier trek ik een grens, hier stop ik ermee. Dit past niet bij mij. Ja, dat was vooral het eerste punt van mijn persoonlijke ervaring. Mijn hart zegt mij dat ik nu een andere weg moet zoeken of dat ik een stap verder moet gaan. Ja, dat is zeker waar. Dat is een vrijheid, zeg maar, die in die nieuwe spirituele omgeving verworven is, die niet bij traditionele kerken past, om het zo maar te zeggen. En hoe verhoudt zich dat dan tot de goeroes en de leiders? Want jullie benaderen het allebei ook van. Ja, dus vanuit de gods in sociologie zie je theorieën die, vooral bij Stark en Bainbridge, die komen daarmee voor de dag, die zeggen van, eigenlijk zie je bij nieuwe spiritualiteit eenzelfde soort neiging tot kerkvorming als het ware in het klein. En dat zag je in het filmfragment eigenlijk ook een beetje op een gegeven moment dat een groep een succes wordt en een guru werkelijk leiderscapaciteiten blijkt te hebben, dan is bijna automatisch een mechanisme van gemeenschapsvorming en van een soort beklemming ook en autoriteit. En dus dat soort mechanismes daar, die blijken in allerlei samenlevingen en ook bij de nieuwe spiritualiteit te werken. Van de andere kant denk ik, ik denk dat die socioloog voor een deel gelijk heeft. Van de andere kant zie ik ook wel een aantal nieuwe spirituele praktijken. En jij noemde dus straks het voorbeeld van happiness. Waar een heel breed en vrij aanbod is. En waar wat eigenlijk veel meer een commercieel karakter heeft. Hè, zonder daar iets negatiefs mee te bedoelen. Mm-hmm. Maar waar ook geen enkele behoefte is aan goeroes en aan eeuwige waarheden. Maar waar mensen echt heel vrijblijvend kunnen shoppen in de wat neutrale zin van er is een enorm aanbod en doe je het te goed. En voel je lichamelijk lekker, voel je geestelijk lekker. Ja. En zoek je eigen weg. Je moet er wel voor betalen natuurlijk. Ja. Enigszins wel te doen zijn natuurlijk. Een ander element waar we het nou eigenlijk helemaal niet over gehad hebben, wat aan de filmpjes opnieuw toe aan de orde is gekomen, waar Frans en ik in het voorgesprek wel over gehad hadden. En het is ook, is dat nou nieuw of is dat nou anders of komt dat weer terug? Is dat wij zien dat op heel veel plaatsen een soort van zelfsprekendheid opnieuw het bestaan van geesten, engelen, het mysterieuze. Vampiers, Twilight, het succes van Twilight is toch voor een deel daarop gebaseerd. Nou, maar van een vorm van tussenwezens, andere wezens enzovoorts, als heel veel zelfsprekend in de populaire cultuur, de populaire media, naar voren worden gebracht. En dat benoemen we vaak niet als nieuwe spiritualiteit, maar het zijn natuurlijk wel vormen van spiritualiteit waarvan sociologen dachten dat die toch helemaal achterhaald waren, voorbij waren, en die nu ineens toch behouden bij de IKEA Ik denk het zou ook een gevoeligheid kunnen zijn. Het zou ook een gevoeligheid kunnen zijn die in heel breed in onze samenleving leeft. En die Partridge bijvoorbeeld, een Engelse godsdiensthistoricus, die dat de herbetovering of de hertovering van onze samenleving noemt. En waar mensen behoefte aan hebben, omdat eigenlijk ons dagelijks leven zo zakelijk en rationeel is. En dat als een soort tegenwicht willen we s'avonds dan wel eens iets spannends en iets onverwachts en iets mysterieus meemaken in een roman of in een film. En dat zie je ook, denk ik, bijvoorbeeld bij detectives en dat soort. Dat is ook een vorm van met het mysterieuze omgaan. Sprookjes, verhalen, films die daarover gaan en zo. Dus ik denk dat dat idee van betovering en het mysterieuze in een veel breder veld in onze samenleving terugkomt als het ware, ook in de kunst op verschillende manieren enzovoorts. En dat dat toevallig in de nieuwe spiritualiteit met behulp van traditionele religieuze symboliek
heel sterk opgeroepen kan worden. En computergames bijvoorbeeld. Ja, ik heb zien het ook. Het heeft verder niks met religie te maken en ook niet met spiritualiteit. Hoewel ja, de Rotterdamse socioloog Stef Alpers die... Precies, die benoemde het wel als spiritualiteit. Maar, het zijn gewoon geleende fragmenten. Dus een soort democratisering. Ja, popularisering. Volksgeloof in nieuwe vormen. Ik denk zelf, dat heeft zeker tegenwicht van het religie, ik denk zelfs dat het te maken zou kunnen hebben met de algemene gezagscrisis. De rechter gelooft niet meer op zijn gezag, de leraar niet, en volgens mij ook de wetenschappers niet meer. Mensen die... waarom zou het niet kunnen? Waarom zou het niet kunnen zijn? Ik heb op tv, net als dat mensen zeggen, ik kijk uit het raam en het sneeuwt, dus wat die klimaatwetenschappers zeggen, dat klopt niet. En volgens mij heb je hier zou je een soortgelijke tendens kunnen zien. Zonder autoriteit. Ja, gewoon ook in de eten. Ik krijg een dat het nu weer opende. Kijk, ik zie allemaal al verschillende handen. Hier zag ik vaak daarachter, daar. Daar en daarboven ook, dan worden de mensen bovenin vergeten. In de christelijke kerken, ben ik verstaanbaar? In de christelijke kerken had je de ZWO-groepen en MOV-groepen, dat gaat om missie, ontwikkeling, samenwerking, vredesvraagstukken. Het is in ieder geval maatschappelijk engagement. Ik wil niet zeggen dat dat altijd even goed was, maar in hoeverre. Bij de nieuwe vormen van spiritualiteit, in hoeverre is daar nu meer sprake van persoonlijke waarheidsvinding en weinig sprake van solidariteit? Dan heb ik het niet over solidair met de natuur, maar breder. Punt is duidelijk, ja. Daarachter en dan naar voren. Ja, als het gaat om het verschil tussen oud en nieuw, als dat al bestaat, vroeg ik me af hoe het dan zit met identiteit. Want in de jaren 50, 60, 70, waar jullie het over hadden, dan was je een christen, een katholiek, een protestant, wat ben je? En nu is het iets waar je een tijdje mee bezighoudt of zo. Zo wordt het in ieder geval gebracht. Dus ik vroeg me af hoe dat dan zit, als identiteit. Ja, dankjewel. Hier zag ik die meneer daar, de handen, Zien jullie naar voren? U had het over nieuwe vormen van spiritualiteit. En dan zei u gelukkig op een gegeven moment voor westerse begrippen. Er zijn niet een heleboel dingen als meditatie, als confucianisme, als uit het confucianisme, uit het boeddhisme, uit het jodendom. Door het kleiner worden van de wereld en meer toegang hebben tot informatie, herbelevingen van de oudere tradities. Ja. Nog eentje dan bij? Tijdens de discussie is het bij mij behoefte om duidelijker aan te geven waar je spiritualiteit zou kunnen onderscheiden van religie en waar je religie zou kunnen onderscheiden van godsdiensten, kerken, tradities. En het nieuwe van spiritualiteit is voor mij veel meer dat het een soort welzijn is, of een individuele lifestyle, maar dat het ook in de spiritualiteit gaat om een ervaring van iets wat groter is dan jij zelf en waarin je toch deelgenoot van vindt. Dat kan zijn een prachtige ervaring in de natuur of een prachtig gesprek wat je met iemand hebt gehad. Dat is voor mij nog geen religie. In religie, zoals het woord ook zegt, gaat het om een verbinding, religare uit het Latijn. Een verbinding met iets wat boven je uitgaat en wat vormen kan aannemen van een persoonlijke relatie, een persoonlijke ervaring met het goddelijke of met God, of hoe je dat verder ook wil benoemen. En in die zin is spiritualiteit en opnieuw spiritualiteit vaak een containerbegrip waar je veel te veel van alles kan ingooien, waardoor juist het onderscheid zo belangrijk wordt. Goed stuk. Hier. Ja, als ik mag beginnen. Het maatschappelijk engagement. Ja, ik denk dat er heel duidelijk vormen zijn die zeer geëngageerd zijn. Ik denk aan Tanapran, een boeddhistische monnik die zich ook echt met concrete projecten inzet. En er zijn veel meer voorbeelden. U zei volgens mij ook niet met de natuur.
Dat niet alleen. Niet alleen met de natuur. Ja, volgens mij is het juist typisch voor dat engagement dat nieuwe spiritueel daders de ander zichzelf als deel van een groter geheel ziet. En ik denk dat hij ook niet zo snel gaat zeggen, ja, ik engageer me wel met de mensen en niet met de natuur. Dus volgens mij gaat het al heel snel samen. Thich Nhat Hanh geeft het voorbeeld van als je naar een vel papier kijkt, dan zie je al de wolken. He, want er is regen nodig geweest om een boom te maken, of er is een boom nodig geweest om papier te maken, er is regen nodig geweest, nou ja, et cetera. Dus hij noemt dat inter zijn, alles hangt met alles aan. Dus dat is er zeker. Zal ik met die andere punten doorgaan? Dus het eerste punt van dat engagement. Ik denk dat bij, wat ik straks noemde, wat meer commerciële vormen van spiritualiteit, dat daar dat engagement meer ontbreekt, dat is zo. En daar doen ze ook niet moeilijk over. Omdat ze zeggen, daar komen we niet voor. Het gaat om de stress te bestrijden, je innerlijke, goddelijke verbinding te zoeken. Dus, identiteit. Maar ja, we moeten een beetje... Ja, moet het door. Ja, ik denk dat iemand dus kan zeggen, ik ben nieuwe spiritueel. Maar zou je het niet kunnen zeggen? Ik denk dat iemand zal zeggen, ik ben WK. Volgens mij ontleen al hoorde ik van minder populair. Maar volgens mij kunnen mensen daar heel goed hun identiteit aan ontlenen. Ik ben boeddhist, volgens mij. Of ik ben geïnteresseerd in het boeddhisme. Ik denk dat heel veel Nederlanders daar ook hun identiteit aan ontlenen. Dus ik zie dat probleem niet. Alleen, ja, het is ook logisch dat je ook in de postmoderniteit, dat je meer identiteiten hebt. Je kunt niet meer zeggen, ik ben alleen boeddhist. Nee, want ik ben boeddhist, maar ik ben ook vader van twee kinderen. En volkswagenrijder, ik zeg maar iets. Hè? Mensen hebben altijd een andere, ja. Wat ben je dan? Maar ik denk dat ook meer identiteiten. Dat is zo, maar je zou kunnen zeggen, het is een winst van de afgelopen decennia, dat we hebben geleerd om dat bundeltje identiteiten dat we hebben, dat we dat nog kunnen uitbreiden, dat we ons daarin kunnen ontwikkelen. Ja. En dat is wat bij die nieuwe spirituele, precies spirituele groei wordt genoemd. En dus dat is een winst waar in het traditionele christendom intussen ook gretig gebruik van gemaakt wordt. Nee, precies. Ik denk dus dat die identiteiten, zij zijn dat allebei ook, dat mensen zich wel ook identificeren met waar ze voor staan in levensbeschouwelijk, zingevings, religieus of spiritueel gebied. Dus, en dat zelfs wat je, zeg maar, als mensen nu zeggen, ik ben katholiek of ik ben protestant, ik ben een andere, meer klassieke vorm van religieuze traditie, dat ook veel minder vast ligt. Wat dat is, dan dat 40 of 60 jaar geleden was. Dat mensen ook veel meer zelf een invulling geven aan als ze zeggen, ik ben, wat je wel vaak hoort, ik ben katholiek, maar niet roos. Ja. Ik ben, dus dat wordt er zelf al eigen invulling aan gegeven. Ja, nee, de nieuwe begrippen, vaak begrippen die al bestonden, uit vooral van Oosterse tradities. Ja en nee, maar u noemde volgens mij, u zei zelf al een herbeleving van oude tradities. Dus met de nadruk op her ben ik het helemaal met u eens. Hier in Nijmegen is ook Paul van der Velde, die dus laat zien hoe het westerse boeddhisme enorm verschilt van het boeddhisme uit de landen waar het meer vandaan komt. Alleen al dat daar niet van boeddhisme gesproken wordt. Maar ik denk een groot verschil met die oude belevingen is dat in nieuwe spiritualiteiten de overtuiging bestaat dat de waarheid op allerlei plaatsen te vinden is en in zekere zin in gelijke mate. Dus een soort universalisme van overal is wel iets van de waarheid te vinden. Ja. Dus dat geeft jou ook de mogelijkheid en het recht om uit die verschillende tradities wat te combineren of zo. En dat is een groot verschil met traditionele godsdiensten. Want daar is een sterk exclusivisme van wij zijn de enigen die over de waarheid en over de juiste beleving beschikken. Ja. En die nieuwe spirituelen die zeggen heel vaak die yoga techniek kunnen we combineren met die wijsheid en die overtuiging enzovoort. Dus dat maakt wel een groot verschil uit. Ja. En er zijn zelfs mensen die het jodendom met het druïdendom combineren. Ja.
Dan hangt het er heel erg van af hoe je je definities van religie, van godsdienst en van spiritualiteit natuurlijk gaat. En jij van zegt net van, er zijn in de traditionele christendom, vast dan één waarheid, maar er waren natuurlijk ook altijd stemmen die zeiden, ja, maar het is maar de vraag of die waarheid zo voorhanden is. En de, ja. Ook daar, zeg maar, ook de traditionele religieuze traditie kan je niet als één blok afschilderen, maar wat we door die tegenstelling te maken tussen traditionele religies en nieuwe spiritualiteit natuurlijk wel doen. Ja. En daar zit ook voor ons als onderzoekers of wetenschappers een deel van het probleem dat we zeg maar altijd waren met klassieke definities van religie, van geloof, van spiritualiteit werken die niet helemaal meer passen op de diversiteit die we aantreffen in de samenleving. Of dat nu binnen of buiten de klassieke tradities is, binnen of buiten nieuwe spiritualiteit. Ik sluit nu even hierbij af, want we moeten door naar het volgende blok. Ik wou net zeggen, van de wat, hoe zit het? Moet je zegt van alles kunnen, er wordt wel gesproken over bepaalde typen van Pinkstergemeenten, ja. Die met name ook in Azië en ja. In sommige delen van Afrika zouden voorkomen. En die, zeggen de onderzoekers, erg gericht zijn op het bieden van een type christelijk geloof dat welzijn, maar vooral ook welzijn in de financieel-economische zin ja. Belooft. En dat heeft ook te maken als je gelooft in die weg, als je handelt volgens die paden, dan zal het jou in het leven goed gaan. Ja, maar dat is ook een vorm van manipulatie. Is ook en daar hebben westerse theologen grote moeite mee. Ja. En zeggen van, ja, zo is het evangelie niet, dat is de bedoeling van het evangelie niet. Ja. Dat is en waarom noemen we dat manipulatie en waarom noemen we andere vormen van, ik probeer een beetje advocaat van de duivel te spelen, van aflaten, van bepaalde vormen van gebeden die je doet ten behoeve van proefwerk wat lukt of enzovoort. Nou ja. En dat noemen we geen manipulatie. Nou, ik zou het allemaal manipulatie noemen. Ja. Alleen denk ik, je hebt schadelijke en minder schadelijke vormen. Die zijn natuurlijk altijd aan het manipuleren. En dat is wat spiritualiteit voor een groot gedeelte ook doet. Wat het dus niet wil zeggen dat er echt, als we het dan toch over de waarheid hebben. Hè? Ik denk dat de waarheid van nieuwe spiritualiteit is dat als jij elke dag een uur in de natuur gaat wandelen, dat je daar beter van voelt. Maar ik denk dat als jij zegt dat jij contact hebt met die boom, kan misschien ook nog, als er geen richting contact is, maar dat die boom ook iets terug doet, dan houdt voor mij de waarheid op. En als jij dat wel gelooft, als iemand jou dat vertelt, dan wordt het volgens mij manipuleren. Maar dan vind ik dat niet echt heel schadelijk. Nee, maar dus waar het mij vooral om gaat, is dat een aantal vormen van nieuwe spiritualiteit een beroep wordt gedaan op geheime krachten, hè, waar normale mensen niet over beschikken. Bij de Secret is dat ook het geval. Hè, geheime krachten en geheime inzichten die je kunt benutten. En, dus het is, en dat is ook een verschil, denk ik, met het voorbeeld wat Maaike gaf van een katholiek die voor Maria of voor een andere heilige een kaarsje opsteekt en een stevig gebed afsteekt. Met grote verwachtingen, maar die moet afwachten. Die kan wel enige druk uitoefenen, maar de secret wordt eigenlijk gesuggereerd, als je het precies goed doet, dan kun jij die geheime krachten manipuleren. Dat is precies wat ik met manipuleren heb. En de secret staat ook, het universum is een catalogus waaruit jij kunt kiezen wat je wilt. Dat gaat inderdaad wel. Dus ik denk, dat moet je mensen niet voorspiegelen. Ja, en misschien zit daar precies wel een verschil. Want je kunt die vergelijking met traditionele religieuze tradities, waar mensen offeren enzovoorts om iets te bereiken,
En zeg maar daar waar dat tot manipulatie voor wordt. En dus je kunt nog wel een verder op laten gaan. En dan kom je nog wel een eind. Maar ik denk dat het punt wat jullie nu aanhalen een belangrijk verschil is. Ze beroepen zich op een natuurwet, hè? Die law of attraction. Ja. En je geeft het daarmee ook een soort wetenschappelijk kader. Iets wat je wel vaker ziet bij vormen van nieuwe spiritualiteit. Ja. Dat het op een bepaald moment aan een natuurwet wordt gekoppeld. Via meer of minder toegankelijke inzichten uit de natuurwetenschap. En precies daar wordt dan de waarheid van de claim die gemaakt wordt, gelegitimeerd als het ware. Hè? Ja. Want die natuurwet, zeg maar in ons door de verlichting getekende denken, die natuurwet die is in ieder geval onaantastbaar en een bepaalde vorm van waarheid. Ja, al wil maar, ik ben hier onder theologen, dus maar ik zeg het heel voorzichtig, maar volgens mij is het ook zeker niet zo dat de gevestigde religies niet geprobeerd hebben om hun waarheid in overeenstemming te brengen met de recente wetenschappelijke stand van zaken, toch? Een aantal nog zijn wel. Natuurlijk wel gedaan. Maar ik zou vinden dat in religie en geloof, daar moet het niet om waarheidsvinding gaan. Daar moet het om vertrouwen gaan en hopen. Iemand die een kaartje opsteekt bij Maria, die gaat niet op die waarheid dat die wordt verhoord, maar die hoopt en die heeft aandacht voor de persoon die in het gebed gedacht wordt, herinnerd wordt. Daar gaat het voor mij om. Dus wat jullie in het begin zeiden, het is meer vragen dan vinden in deze spiritualiteit. Daar gaat het hier om. Nou, maar wat we nu eigenlijk aan het doen zijn, is kijken naar de secret, of de secret als voorbeeld, als een systeem waarin precies dat element van zoeken helemaal niet is. Want het is er al en je moet alleen het juiste pad nemen. De oplossing is namelijk voorhanden en, zeg maar, en precies in die extreme vorm zeggen we hiervan, maar daar wordt het of gevaarlijk of enzovoort enzovoort. Hè? Zo van de, en dat is nog weer wat anders dan het punt wat u naar voren brengt. Van gaat het in religie enzovoort niet over waarheid? Dat is precies waar je kijkt naar hoe religie zichzelf definieert. Als je naar uitspraken van, laat ik even dichtbij houden, christelijke religieuze leiders kijkt, die definiëren de eigen traditie. Onze paus die binnenkort gaat aftreden, heeft een erg sterke opvatting van wat waarheid is en hoe dat binnen de katholieke traditie aan de orde is. En dus los van, van de vraag of mensen dat op hun persoonlijk niveau zo beleven, spelen die zeg maar die verschillende waarheidsclaims natuurlijk wel voortdurend naast elkaar. Ja. En eigenlijk zeggen we hier vanavond, als we proberen dat veld wat in beeld te brengen, is een van de interessante en uitdagende en misschien ook wel heel sympathieke kanten van wat zich voor een groot deel onder die verzamelnaam nieuwe spiritualiteit aandient, is dat ze die waarheidsclaim nou juist zo sterk relativeert. Ja. En is precies van daaruit denk ik dat ook een kritiek op die secret komt, als het dan gaat over slechte spiritualiteit, dat die daar juist weer zo sterk naar voren wordt gebracht. Ja. Bijna als een soort dogmatiek, hè? Van je hoeft alleen maar te. Het is duidelijk, het ligt vast op wetten, natuurwetten enzovoort. En het enige wat je hoeft te doen is het te volgen. Ja. Maar nou is dit een fijn voorbeeld, hè, van goed en slecht, zou ik zeggen. Hier is niet zo heel erg moeilijk om van te zeggen, nou. Maar hoe zit het met al die vormen van nieuwe spiritualiteit die veel moeilijker, zo op het eerste gezicht, onder de veroordeling van de secret vallen of van alle vormen van die mensen in het verleden redelijk stress hebben opgeleverd? Dat is een grote vraag. Nee, zeker in zekere zin is het simpel. Het is eigenlijk de vraag naar het criterium van
Hoe beoordeel je nou in dat grote veld van wat zich aandient? Hoe kun je daar nou op zeggen? In zekere zin is dat simpel. In zekere zin kun je zeggen, op het moment dat er duidelijk slachtoffers vallen, ja, dan moet je er wel heel kritisch naar gaan kijken. Ja. Dat lijkt me wel een duidelijk criterium. En maar wanneer is iemand slachtoffer van spirituele praktijken? Nou ja. Dat is soms onduidelijk. En ik denk dus maar, nogmaals, ik ben een structuralist, ik denk dus ook dat er altijd sprake is van disciplinering, dat er altijd sprake is van machtsverhoudingen. En die zijn positief ook. En ook in een katholieke kerk, als je heel streng wordt opgevoed, kan dat, denk ik, heel veel negatiefs met zich meebrengen, maar het kan ook heel veel positieve effecten hebben. En hoe ga je die tegen elkaar opgeven? En hoe ga je kijken hoe bij het ene individu uitpakt en bij het andere? Ja, maar dat... En bij de ene pastoor die er... Dat is mij te abstract. Dus ik zou zeggen, bijvoorbeeld bij alternatieve geneeswijzen, dat komt af en toe in het nieuws. Soms zijn er rechtszaken over wanneer alternatieve behandelaars, onder de noemer van spiritueel, denk aan Jomanda of zo, wanneer die mensen ook te grote beloftes doen. Wanneer wordt dat te gek? Nou, als daar duidelijk slachtoffers vallen, als er mensen lichamelijk of geestelijk helemaal instorten of zo, dat is kwalijk. Maar dat is bij Sylvia Millekamp was dat duidelijk te zeggen, maar ik denk dat het vaak heel moeilijk te zeggen is. Ja, dat is zeker zo. Ja. En wat ik zei met de secret, iemand met wat gezond verstand die zal waarschijnlijk het boek lezen en denken van nou ja, moet hij zo positief gaan denken. En die zal niet verwachten dat hij ook kanker kan. Dus hoe ga je dat allemaal... het lijkt me ongelooflijk ingewikkeld. Ik denk wel dat... je hebt Fatimo, de Italiaanse filosoof, je hebt het over het zwakke denken. En ik vond het heel mooi wat je zei. Ik denk dat we steeds meer zwakke vormen van religie zien, die zichzelf relativeren. En ik denk dat bijna het hoogst haalbare is voor religie. Volgens mij moet je een soort... Positieve ontwikkeling, ja. Ja, maar volgens mij moet je een ontwikkeling hebben dat je en die magie vasthoudt, want anders werkt het niet, anders heb je natuurlijk geen vormen van religie en spiritualiteit. Nee? Dat je die magie vasthoudt en tegelijkertijd dus optimum aan relativisme en het optimum aan magie. En ik denk bijvoorbeeld in de vorm als Bicca en bij het druïde dat je dat ziet. Bicca zegt ook van wij hebben onze eigen traditie uitgevoerd. Nou, dat is prachtig. En het is sterk relativerend, omdat heksen en druïden en zo, die kunnen zeggen van ik doe het helemaal op mijn eigen manier. Ja. Ik ben wel lid van een coven of zo, maar ik heb toch mijn eigen huisaltaartje, mijn eigen vorm van magie, zoals ze dat noemen. Dus dat maakt het aantrekkelijk. Ja. Maar tegelijk denk ik, iemand die uit een zeer fundamentalistisch milieu komt, zal dat echt niet werken. Dat kan die persoon nooit het houvast bieden. Dat hebben zij nodig. Maar ook dat is op voorhand niet te zeggen. Nee, dat denk ik. Precies. Ja. Dus er spelen allerlei, want dat hoor ik jullie ook zeggen, er spelen allerlei psychologische, psychosociale elementen mee. Welke keuzes mensen maken om hun weg te zoeken in dat veld van spiritualiteit. Dat kun je niet op voorhand vastzetten. En dat is afhankelijk van het aanbod, zeggen jullie allebei. Van? Ja, maar ook van de ontvanger. Ja. En van de ontvanger. Ja. We hebben nog een paar minuten, denk ik, voor vragen. Want u hoort wel, we zijn langzamerhand van een eerste van een sterke veroordeling van als er slachtoffers vallen of als er te veel gemanipuleerd wordt, naar weer een meer relativerende houding ten opzichte van de mogelijkheden ook die zeg maar deze ontwikkelingen geven ten aanzien van wat we dan noemen nieuwe spiritualiteit, maar ook ten aanzien van ontwikkelingen binnen religieuze tradities zelf. Want kunnen we natuurlijk wel zeggen dat het boeddhisme zoals het hier in het Westen beoefend is anders dan het boeddhisme in, laten we zeggen, Thailand, maar dan maakt het dat meer of minder boeddhistisch? Dat is natuurlijk maar de vraag. Dus wat ik daarmee wil zeggen is dat de ontwikkelingen zeg maar, ook op dat veld van die nieuwe spiritualiteit ook invloed heeft op de ontwikkelingen
binnen de religieuze tradities zelf. Ja. Ten goede en ten kwade. He, zo, nog een woord aan u voordat onze columnist het afsluit. Wacht even. Ja, ik wilde wat zeggen over. De invloed van. ja, oh ja, over. The Secret die zegt dan op een gegeven moment dat je. Dat je het aan jezelf te danken hebt, hè, als je verkeerd denkt. Maar dat zit in heel veel nieuwe spirituele stromingen ook, denk ik, als je gelooft in reïncarnatie. Want dan krijg je ook op je bord wat je verkeerd hebt gedaan in het vorige leven. En als je het nu niet goed doet, krijg je het in het volgende leven weer slechter. En ik denk dat daar een overeenkomst zit. En net werd ook gezegd over boeddhisme daar en hier. Nou, er stond een heel leuk artikeltje in de krant over knuffelboeddha's. Ja, ja. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Nou, die mogen in Nederland wel, maar in India niet. Want dat kan echt niet. Je kan een boeddha niet knuffelen. Daar zie je veel te intelligent voor. Hij is niet knuffelbaar in ieder geval. Nog meer, ja. Jammer dat Maarten niet vooraf zei dat het wel werkt. Dan had ik misschien mijn aandacht erbij kunnen houden. Ik wil graag 10 kilo aankomen. Maar dat kan ook vast. Ja, ja, wat mij steeds trigger is van als we nu, jullie hebben over organisaties, hè, religieuze organisaties, spirituele organisaties. Als we kijken naar andere samenlevingsvormen, dan is er een opvallend iets dat we eigenlijk ook zo'n catalogus zien waar mensen iets uit kunnen halen. Want we gaan gele polsbandjes dragen tegen kanker, we gaan lopen, we gaan allerhande dingen doen, maar ook organisaties, commerciële organisaties, plukken uit de spiritualiteit om zichzelf, dus komt er niet veel meer een verrusseling van alles, hè, als iemand proces overlijdt, dan gaan we allemaal knuffels er neerleggen. Nou, noem maar op alle mogelijke manieren die toch laten zien dat we op alle mogelijke manieren, ook in groepsverband, nieuwe vormen zoeken. Ja, dat is helder. Nog één. En dan sluiten we, dus dan geven wij nog een reactie en dan sluiten we bij dit gedeelte af. Jij, oh, daar, die middag. Bij het beoordelen van of de religie of godsdienst slecht of niet slecht werkt, heeft Aleid Schilder ooit goed onderzoek gedaan naar de ziekmakende factoren van godsdiensten. Dat lijkt mij uiterst belangrijk, ook in politiek opzicht. Wie van jullie wil daar als eerste wat op zeggen? Wat? Tegenslagen die je aan jezelf te danken hebt en de reïncarnatie, of de, je zegt dat kom je niet alleen bij The Secret tegen, dat idee van de goede dingen die je kunt nastreven, die kun je zelf bereiken. De tegenslagen die je ondervindt, die heb je eigenlijk ook zelf opgeroepen, aangetrokken, hè, met die wet van de aantrekking. In andere stromingen kom je dat in zekere mate tegen met de reïncarnatie, dacht ik. Maar dat is wel zo. En het hele idee van karma, zoals dat, eigenlijk ook een mooi voorbeeld van import van een hindoeïstisch, boeddhistisch idee van karma naar het Westen. Het krijgt hier een andere lading. Zowel het idee reïncarnatie als het idee karma krijgt hier een andere lading bij de meeste spiritualiteit. Ja, zo gaan die dingen. Namelijk over het algemeen toch een positief verwachtingspatroon. He, dus het verwachtingspatroon van reïncarnatie, zoals het hier bij veel nieuwe spiritualiteiten leeft, is volgens mij dat je een aantal levens te gaan hebt. Niet in miljoenen,
die Indiërs in het Hindoeïsme verwachten, maar een stuk of 6-7 bij wijze van spreken. Dus het vooruitzicht is positief. En het uiteindelijk vooruitzicht is positief. Dus er is een soort gedeeld optimisme als het ware, heb ik toch de indruk. Die wat positiever is dan het zwart-wit denken van de secret. Dat verschil zou ik dan maken, maar er is zeker een verband. Ja, ik denk het ook. Herman Vuijsje heeft er volgens mij al geschreven dat de hemel is er nog steeds met de hel, daar gelooft niemand meer. Het is verdwenen. Ja, die is verdwenen. Ja. En het tweede punt van die meneer die 10 kilo wil aankomen, dan kan ik u Asutra aanhalen. Aan spierbundels, hè? Aan spierbundels? Oh, dat, ja, dat denk ik wel. Want dit is een nieuwe spirituele richting die meer aansluit bij de Noorse, de Germaanse traditie. En behalve veel eten is dat natuurlijk ook veel... veel sporten, hè? Sporten en dergelijke. Daar zijn sportscholen. Ja. Die ook een eigen vorm van de spiritualiteit. Ja, dat is zeker, ja. De spiritualisering van de samenleving, want we moeten het nu gaan... Maar inderdaad, mijn kinderen zaten ook op karate bij een bepaalde richting. En dat was inderdaad ook... Op wie ook als je binnenkwam. Ja, precies. En foto's van de trainer uit Japan aan de muren. Dat gaat ook heel dicht die kant op. Nou, dat is volgens mij een letterlijke ontlening. Dat is letterlijke ontlening. Dat zie je op allerlei manieren. Hè. Dat is ook waar Hans Fortman in de tijd in de jaren 70 al over schreef. De Oosterse Renaissance, de golf van ideeën en goeroes die hier naartoe komt. En die hier dan wel een wat ander kader krijgt. Maar een ander element waar ik er straks op gewezen heb. En waar u bijvoorbeeld bij die stille tochten enzovoorts eventjes naar verwees. Dat is dat wij eraan gewend raken dat symboliek en ideeën uit religieuze tradities gemakkelijk geleend kunnen worden in seculiere omgevingen. En daar draaien we ons hand in, daar zijn we niet bang meer voor. En het geeft in veel omgevingen ook een soort mysterieus sausje. Ja, dat is een verandering. En ik zou zelfs nog een stap verder gaan. En het voorbeeld wat die meneer gaf, zeg maar dat je dus op allerlei domeinen van het leven bepaalde zingevingsmomenten of elementen uit de religieuze tradities tegenkomt, opnieuw zo'n voorbeeld is van dat die tegenstelling die we hadden tussen religieus en seculier op dit moment in onze samenleving helemaal niet meer zo scherp te maken is. Dat het als het ware, waar we het straks over hadden tussen religie en spiritualiteit, dat er bepaalde opvattingen van waren en het was duidelijk dat onder het een viel en onder het ander viel, dat op dit moment en dat wij als wetenschappers eigenlijk nog niet voldoende categorieën en concepten en modellen hebben hoe we dat moeten beschrijven. Maar dat we merken juist aan die brede verschijnselen dat zijn religieuze verschijnselen, maar nu zijn ze seculier. Ja, zijn ze dan minder omdat de context veranderd is? Het zegt eerder iets over ons, denk ik, die in dat type categorieën denken en die als het ware het religieuze of het levensbeschouwelijke of het spirituele op een bepaalde plek of aan bepaalde handelingen kleven. En op het moment dat ze aan andere handelingen, dan herkennen we ze niet meer. Of nu we ze geleidelijk aan wel als zodanig beginnen te herkennen, hè, wat u zegt van in het hele leven, weten we eigenlijk niet zo goed hoe we het moeten noemen. Ja, dat lijkt me heel goed. En wat ik ook in uw verhaal meende te horen, maar misschien lacht het mee, was dat u het ook over maakbaarheid had. Ja, we dachten dat alles maakbaar moest zijn. En dat vond ik ook heel mooi met de secret. En daar zit ik ook sterk in. Die maakbaarheid. Ja. Maar misschien helemaal in die rituelen en organisaties. Als je maar het juiste ritueel hebt, dan volgt het resultaat vanzelf. Dat is niet alleen
iets, zeg ik ook nu toch nog maar nee, even. Nee, dat is niet van, alleen spiritueel, dat is ook zeker. Dat is ook wat in de samenleving. Is ook een organisatie van, ja, als we maar de juiste processen hebben dan. Ja, precies. Ja, en wat resultaten ook. En op een bepaalde manier zijn we daarmee bijna terug bij het begin, waar we zeiden, nieuwe spiritualiteit is op een bepaalde manier juist ook een protest tegen deze vormen van maakbaarheid. Tegen vormen van, als we het maar allemaal goed gerationaliseerd hebben, als we het maar allemaal de goede schema's hebben, dan werkt het wel. En dat mensen zeggen, daar maar aan, het werkt niet, want we worden toch ziek en de organisatie is niet altijd optimaal en dat mislukt ontzettend veel. En het leven is ook niet zo maakbaar als we misschien wel zouden willen of zouden hopen. En precies daarin zijn we, ligt een van de wortels van dat vormen van spiritualiteit of religie. Niet zoals in de jaren 60 toen dat maakbaarheidsgeloof wat groter was. Zeg maar, dan zou het vanzelf verdwijnen. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen, het geloof in de maakbaarheid is sterk gerelativeerd. En dat niet het enige is waar mensen van kunnen leven, om het maar even zo te zeggen, als het dan gaat zingeving. En ik kijk nu naar Lisbeth. En ik begrijp dat wij nu moeten afronden, want dames en heren, wij hebben een mooi gesprek gehad, vind ik zelf, over waarin we toch wat geprobeerd hebben dat ingewikkelde verschijnsel in een eerste stap in wat in kaart te brengen, te kijken naar hoe je erover kunt denken, hoe je ernaar kunt kijken. Daarbij is het laatste woord nog lang niet gezegd, er is ook nog veel te weinig onderzoek naar gedaan. Maar we sluiten het af vanavond met Hanneke Hendricks, die deze avond ook wat zal commentariëren in een column. Dank u wel voor uw aandacht en u graag de aandacht voor. In de trein hier naartoe had ik vertraging. Ik had vertraging en ik baalde. Ik had namelijk helemaal geen tijd voor vertraging. Ik wilde rust. En ik wilde ook eindelijk eens een keer vrij. Gewoon een keer een uurtje tussendoor vrij. Was dat nou zoveel gevraagd? Maar goed. Ik heb dus altijd vertraging. Ik trek dat aan. Ik heb jaren geleden wel eens mijn verontschuldigingen aangeboden aan een mevrouw tegenover me in de trein. Ik had een andere trein dan normaal gepakt. Omdat de zon scheen, het erg koud was en ik geen zin had om te wachten, had ik een boemeltreintje genomen dat net iets eerder vertrok dan de sneltrein. Halverwege de rit stond de trein stil. Er was iets stuk, weet ik veel wat, een rem, een wiel, het kon alles zijn. Dat kun je overigens ook heel spiritueel benaderen. Als de trein niet rijdt, maakt het dan uit of het het wiel is of de rem. De mevrouw tegenover me zuchtte. Ze keek me aan en glimlachte. Sorry, zei ik, maar het is allemaal mijn schuld. Het was even stil. Pardon, zei ze. Het komt door mij, zei ik, dat we stilstaan. Wat, zei de mevrouw. Ze hield haar tasje ineens wat steviger tegen zich aan. Weet u, zei ik. Ik wapperde wat met mijn hand. Ik zou eigenlijk helemaal niet in deze trein zitten. Maar nu zit ik er wel en dus staan we stil. De sneltrein raasde op het andere spoor ons voorbij. Kijk, zei ik. Eigenlijk had ik in die moeten zitten. Maar ja, die rijdt nu wel gewoon op tijd, omdat ik er niet in zit. Oh, zei de mevrouw. Ja, zei ik, zul je altijd zien. Sorry dus. Het was weer even stil. Lang stil. Het was nog langer stil. We zakten, zeg maar, steeds dieper weg in de stilte. Buiten graasden koeien, de zon scheen. Over een bevroren sloot schaatste een meneer. En toen wist de mevrouw een sudoku boekje uit haar tas, schraapte demonstratief haar keel en keek me de rest van de reis niet meer aan. 2. Jezelf zoeken is als het zoeken naar je bril, terwijl je hem op je neus hebt, zei een filosoof in het eerste filmpje. Ik heb mijn bril wel eens in de koelkast gevonden nadat ik hem al dagen kwijt was. Ik vond hem achter de kaas. Erg typisch was dat, want normaal eet ik toch iedere dag kaas. Zou dat zoiets zijn zoals jezelf vinden in Tibet? Dat je allerlei toevalligheden en omslachtigheden nodig hebt om tot verlichting te komen. Dat je eerst ergens met een bus met een lekke band moet stranden in een bergdorp met 3 hutjes, 6 kippen en een geit.
En dat je dan gewoon daar bleef zitten heel je leven. Vind je jezelf daar, in Tibet. Terwijl je toch gewoon geboren en getogen bent in Grumvorst. Nee. 3. Een klasgenoot van mij op de academie was ook een fervent The Secret aanhanger. Als je echt iets wil, zei ze een keer tijdens de pauze, dan kan het ook. Ze begon te vertellen over dat wonderen bestaan als je je maar focust. Want de wereld is hoe je hem zelf ziet. Een aantal klasgenoten hingen aan haar lippen. The law of attraction, zei ze met gedragen stem. Ik zou heel erg graag een zwarte vrouw zijn, zei ik. Echt gezegd. Echt heel graag. Erger nam ze een slok koffie. Ja, zei ze, maar jij handelt helemaal niet in overeenstemming met dat gegeven. Racist, zei je. 4. Mijn vader had vroeger een hele plank vol met boeken over het leven in het, over leven in het nu, over wilskracht en over positief denken. Totdat mijn oudste broer na een fikse ruzie met mijn vader op een nacht besloot om de hele plank in een vuilniszak te gooien en die in het bos te begraven. De zak met boeken is nooit meer teruggevonden. Ook niet nadat ze met een schep een middag door het bos zijn gaan lopen. Mijn broer wist niet meer waar hij uiteindelijk was gaan graven. Misschien had mijn vader het eens in Tibet moeten proberen. 5. Ja, nu we het er toch over hebben. Wat moet iemand uit Tibet nou in zo'n bergdorp met 6 kippen en een geit? Wat als diegene straks in Grumvorst blijkt te zitten? Als diegene zichzelf wil gaan zoeken. Dan zou je dus alleen jezelf kunnen vinden als je genoeg middelen hebt om een ticket te kopen. Nee. Om over na te denken als we thuis zijn. 6. Eat, Pray, Love keek met een vriendin in de bioscoop. Mijn vriendin en ik zeggen wel eens tegen elkaar dat we omgekeerde anorexia hebben. Want we zijn er wel de afgelopen jaren 10 kilo aangekomen, maar in de spiegel zien we nog steeds gewoon dat slanke meisje staan. Nu goed. Het enige dat ik van de film onthouden heb, was dat Julia Roberts ongeveer 14 pizza's kon eten zonder dat ze een onderkin kreeg. En dat, als je maar lang genoeg jezelf zoekt, je op den duur thuis komt met Javier Bardem. Prima, dus. Deze film zegt nu werkelijk niets over mij of mijn leven, zei ik tegen de vriendin toen we na de film bitterballen in de kroeg zaten te eten. Nee, zei mijn vriendin, de film over ons leven zou heel anders heten. Ja, zei ik. Onze film, zei mijn vriendin, zou waarschijnlijk eat, 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 eat and eat and drink. Misschien moeten we toch maar eens The Secret gaan proberen. En dan de laatste, 7. Op weg hier naartoe had ik dus vertraging. En eenmaal op de Waalbrug stonden we weer stil. Lang stil. Ik kon het station al zien liggen, maar we bleven stilstaan. Met mijn zware tas en mijn sjaal om stond ik bij de deuren te wachten tot de trein eindelijk het station in zou rijden. Ik zuchtte. Ik keek op de klok van mijn telefoon. Ik wilde dat de trein zou gaan rijden. Ik wilde dat echt. Ik bad nog net niet. Maar de trein bleef stilstaan. Naast me stond een oud meneertje. Hij was mager en krom en hij had een groene hoed op. Aan een riem had hij een tekkeltje. Een tekkeltje keek me aan. Ja, takkie, zei de oude meneer tegen het hondje. Het was even stil. Het hondje zuchtte. Ik haalde mijn schouders nog eens op. Ja, takkie, zei de man nog een keer. Spring me wild. Wachten is gewoon wat gratis vrije tijd. Met vertraging heb je eindelijk eens wat extra niks te doen. Een beetje rust. Een keertje gratis vrij. Gewoon een uurtje tussendoor. De meneer keek me aan. Ik merkte dat ik mijn mond een stukje open had hangen. Toen ik mijn mond sloot, begon met een schok de trein te rijden. En toen de deuren open gingen, tilde de man zijn hoed een beetje op. Fijne dag nog, zei hij. Ik stapte uit. Soms ligt de waarheid gewoon op straat. En blijkt dat de vrije uren die ik zocht, gewoon al die tijd in de vertraagde trein naar Nijmegen lagen.